Boeren op trekkers naar Oostvaardersplassen voor emotioneel protest. Zuid-Holland zet ganzenjacht weer open. En 10-jarige Stella vlogt over varkens. Het protest in de Oostvaardersplassen is zondagmiddag emotioneel, maar rustig verlopen. Met 20 trekkers trokken de boeren naar het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Ze werden daar gesteund door meer dan 1000 medestanders. Dit is toch geweldig om te zien hoe al die veehouders ons gaan helpen om het vee te voeren. Het is gewoon vee wat gevoerd wordt en geen wilde dieren. Dit is toch super? Protesten van boeren en burgers leidden er vorige week al toe dat de provincie Flevoland besloot de paarden, herten en runderen toch bij te voeren. Desondanks ging het protest van gisteren gewoon door, vooral om een statement af te geven. De actievoerders zijn het niet eens met de wijze waarop in de Oostvaardersplassen aan natuurbeheer wordt gedaan. Ook Hagenees Henk Bres liet bij het natuurgebied van zich horen. Het is een dierentuin. Het is geen open park. Ze kennen nergens heen, die beesten. De actievoerders stonden te demonstreren langs de dijk. Een aantal anderen hadden zich van de groep afgesplitst en stonden verderop de dieren bij te voeren. Maar ook bij het provinciehuis in Lelystad werd actie gevoerd. Daar werden hooiballen voor de ingang van het provinciehuis gelegd. Wij komen hier in naam van heel veel vrijwilligers. Ja. De beste partij hooi aanbieden. Ik zie het. En wij hopen en gaan er vanuit en rekenen erop dat u dat goed overdraagt aan de beesten die het eigenlijk bitter hard nodig hebben. Ja. Een toezegging deed de gedeputeerde niet. De commissie van Geel doet momenteel onderzoek naar de Oostvaardersplassen. En de gedeputeerde wacht de conclusies van dat onderzoek af. In Zuid-Holland mag weer gejaagd worden op ganzen. De provincie streeft het herstellen van de balans in de ganzenpopulatie na. Dat betekent dat er tussen 1 maart en 1 november weer geschoten mag worden. In het verleden is gebleken dat bij een populatie van ongeveer 55.000 ganzen een balans bestaat tussen mens, natuur, ruimte en veiligheid. Op dit moment kent de provincie een populatie van ongeveer 140.000 ganzen. De omvang van de huidige populatie zorgt voor grote schade aan landbouwgewassen, natuur- en recreatieterreinen. Het hindert het vliegverkeer en zorgt voor verstoring van de flora en fauna. Hallo, ik ben Stella Brommers en ik ben 9 jaar. Ik woon op een boerderij. Dat vind ik heel leuk. Ze vlogt nog maar een paar maanden, maar de filmpjes van de inmiddels 10-jarige Stella Brummelhuis zijn door meer dan 10.000 mensen bekeken. Ze filmt haar leven op het familiebedrijf in Hoge Heksel. Iemand deed de oproep en toen had mama dat gelezen en toen zei ik van nou dat wil ik wel doen. En toen zijn we zo mee begonnen en toen heb ik nog een vlogcursus gedaan. Ze zijn ook heel vaak heel nieuwsgierig. Ja, en dat zie ik wel vaker als ik naar school ga. En de biggetjes die zijn nou weg bij de moeder. Stella vlogt onder de naam Top Fok, dat ook bekend staat als Fokkerijgroep Oost. Een samenwerkingsverband van varkenshouders. Wij hebben een terravarken, dat is altijd een heel rustig varken. Die ziet er een beetje uit alsof hij een bivakmuts op heeft en een broekje aan. Niet dat we zwarte en witte zeug hebben. En dit is nou een zwarte zeug, die noemen we de terra. Ik vind ze zelf echt het allermooist. Vooral omdat ze van die broekjes en van die bivakmutsjes op hebben of zo. Dat is echt heel schattig. En die kruisen we ook met een ander varken, het landvarken, dat is een wit varken. En daar komt dan weer de Topix 50 uit en dat is ook weer een heel mooi varken. Ze zijn net gespeed en dan moeten ze dat nog een beetje zelf wennen. Maar mijn moeder heeft toen ze dingetjes waren al aangeleerd. We hebben hier heel veel varkens en ja, dat is eigenlijk onze boerderij en daar vlog ik ook het meeste over. Maar we gaan ook een keer vloggen over het gieren en ploegen en over de lammetjes en alles. Maar het meeste werk is de varkens. Ondanks dat de boerendochter enthousiast over het leven op de boerderij vlogt, weet ze nog niet of ze zelf ook boerin wil worden. Dat vind ik wel leuk om te zien altijd. Meer vlogs van Stella bekijken? Dat kan op de Facebookpagina van Topfok. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.